welkom bij een nieuwe aflevering van de Data Discovery Channel. Ik ben Hans Geurtsen. Naast mij staat Hielke Peek, collega van mij op het kenniscentrum. Ja. Trainer en gespecialiseerd in machine learning. Nou, machine learning is voor mij een beetje een hype term. Kun je heel kort uitleggen wat het is? Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Je hoort het natuurlijk heel erg veel. Ja. We zijn natuurlijk altijd gewend geweest om computers te vertellen wat ze moeten doen. Precies uit te programmeren, deze stappen doen. Ja, dat verandert steeds meer, zeker op het vakgebied van analyse. We gaan steeds meer de machines vertellen hoe ze moeten leren. Okay. Zoals wij als mensen leren, zo kunnen we machines ook laten leren. Dat betekent dat we niet expliciet hoeven te zeggen wat machines moeten gaan doen. Maar dat ze dus kunnen leren van dingen die ze ervaren. Denk bijvoorbeeld aan een zelfrijdende auto. Die maakt niet alles mee. Die maakt wel een aantal dingen mee en dan komt hij in een nieuwe situatie. En aan de hand van wat hij geleerd heeft, daar past hij zich zijn gedrag op aan. Precies, zoals kinderen dat doen en wij dat zelf ook constant doen. Ja, precies, daar komt het eigenlijk op neer. En dan zie je natuurlijk ook heel veel met die robots, die je tegenwoordig steeds meer terug ziet komen. Ja, okay. Daar lijkt heel erg op, daar heeft heel erg veel mee te maken. Het komt ook uit het artificial intelligence. Oké. Ja. Microsoft doet daar ook veel in, is actief daarin, in de cloud, in het Azure platform. Daar wil jij ook iets over laten zien? Ja, ik wil inderdaad wat laten zien over wat Microsoft in de cloud heeft geïmplementeerd. Nou, ik zou zeggen, steek van wel, ik ben benieuwd. Nou, ik ga het zeker laten zien. Azure Machine Learning, hè, is het. Dus ja. Azure is natuurlijk de cloud oplossing. Mm-hmm. En Azure Machine Learning, zo heet de tool, oneerbiedig te zeggen. Waarmee we een complete data-analyse oplossing kunnen maken. Dus we gaan echt van het begin van de data samen tot en met uiteindelijk een mooi model kunnen publiceren en gebruiken. Dat kunnen we in Azure Machine Learning doen. Dus ik ben benieuwd. Ik ga het laten zien. Wat we hier in het beeld hebben, is op het moment dat je inlogt in Azure Machine Learning, heb je een mooi dashboard met allemaal items aan de linkerkant. En het belangrijkste is op dit moment experiments. Dat is eigenlijk jouw je werkomgeving. Daarin ga je gewoon je analyseoplossing maken en vanuit daar ga je ook publishen. En wat we ook hebben, zijn bijvoorbeeld datasets. Je ziet hier een dataset, automobiel price data. Dat is data die heb ik zelf geüpload naar Azure Machine Learning. Want je bent een nieuwe auto aan het uitzoeken. Precies, en ik moet toch wel weten, ik wil eigenlijk heel snel kunnen zien, als ik dit en dit invoer, deze specificaties, hoeveel ben ik nog kwijt aan een auto. Dus wat kan ik eigenlijk verwachten? Dus als ik dan ergens een marktplaatsachtig iets kijk, van is dat nou reëel, ja of nee? Nou, dat kan met deze data kan ik het eigenlijk voorspellen. We beginnen vanuit een experiment. Dus we gaan een nieuw experiment toevoegen en een nieuwe analyse opzetten om de prijs van een auto te kunnen voorspellen. Mm-hmm. En dat doen we op basis van specificaties van auto's. We denken inderdaad aan iets als engine size en horsepower en de grootte van de auto en het merk. Dat speelt natuurlijk allemaal hopelijk een rol. Maar dat gaan we zien. Ja. Dus om te beginnen met een oplossing binnen Azure Machine Learning, we hebben linksonder een plusje met nieuw. Ja. En dan hebben we een heleboel voorbeeldexperimenten. Dat is leuk is om daarmee aan de slag te gaan. Dus even kijken hoe ziet dat eruit op het moment dat je hiermee voor het eerst in aanraking komt. Ja. Wij beginnen met een blank experiment. Oftewel gewoon een compleet lege omgeving. Ja. Ik geef ons experiment een mooi naampje. Uh-huh. Zal ik hem Data Discovery noemen. Oh, maar dan zonder de rest erachter. Ik voelde hem al aankomen. Jawel, hè? Ja. Zo. En hier zien we mijn workspace, noemen we dat eigenlijk, in Azure Machine Learning. En daar kan ik van alles op slepen. Nou, voordat ik dat ga doen, hebben we links even een overzichtje. Van allerlei componenten die je kan toevoegen. Zo. Het zijn er een hele hoop. Ik weet ook niet waarom zij zijn uitgeklapt, maar geef je hier van idee. Het zijn er heel veel. Ja. Ga ook niet verder. Maar je hebt ook een searchbox hier. Gelukkig wel. Ja. Dus daar wil ik eigenlijk mijn data ophalen. Dus ik begin eigenlijk de eerste stap van data analyse, data ophalen. En daarna gaan we de data bewerken en uiteindelijk een model maken. En uiteindelijk publiceren. Dus we beginnen bij de eerste stap. En ik heb die data, had ik al geladen. Automobile price data, onder my dataset. Je hebt ook nog voorbeeld datasets. Ja. En dit is een variant op een voorbeeld dataset. Dus je zou wat ik nu laat zien ook zelf nog kunnen proberen en namaken. Oké. Okay. Mm-hmm.
op het moment dat je dit opsleept, het heeft een hoog drag-and-drop gehalte. Ik zie het. Dat is heel erg mooi, want dat zorgt ervoor dat je minder technische programmeerkennis nodig hebt. Mm-hmm. En ook voor wat betreft statistische kennis heb je ook niet heel veel nodig om daarmee aan de slag te gaan. Ja. Uiteraard, hoe meer programmeerkennis, hoe meer statistische kennis, hoe meer complexere oplossingen kan maken. Maar voor basisoplossingen heb je er niet zo heel veel van nodig. Dus dat is wel heel erg... En even voor de duidelijkheid, we zitten in een browser, hè? Dit is geen applicatie. Inderdaad. Ja, we werken inderdaad vanuit de browser en alles wordt ook opgeslagen. Meteen in de cloud. Meteen in de cloud, ja. Ja. Mm-hmm. We kunnen meteen kijken, hoe ziet mijn dataset eruit? Want ik kan natuurlijk in mijn CSV kijken, maar goed, ik wil natuurlijk vanuit mijn werkomgeving kijken. Ik zie hier een merk, een bordenstaal. Horsepower, inderdaad, eentje size, maar ook de prijs. Ja. Dat is eigenlijk wat we willen voorspellen. Maar dan gaan we deze data gebruiken om een model te maken die als ik nieuwe auto toevoeg, wat wordt daar de prijs van? Ik zie ook histogrammetjes erboven staan. Ja, dat is mooi om te zien wat de verdeling is eigenlijk van die waarden. Ja. Dus ik kan bijvoorbeeld op horsepower klikken. En dan zie ik hier rechts. Ik zie hierboven wat waardes, maar hier zie je wat meer over de verdeling. Ik zie ook meteen dat er twee auto's zijn die geen horsepower hadden, zeg ik, in de geldigheid. Precies. Mooi. Missing values. Ja. Wat ook wel mooi is, gewoon een beetje je data te verkennen. Dan kan je hierop klikken en dan kan je vergelijken. Bijvoorbeeld horsepower, in dit geval met prijs, we zijn hier mee bezig met prijs. Ja. En dan zie je hier al mooi al die waardes voorkomen. Het ziet toch al een soort van... lijntje. Het probleem loop ik altijd tegenaan als ik een nieuwe auto uitzoek. Veel horsepowers. Jij zit hier, rechtsonder zit jij te zoeken dan, hè? Maar dat precies, is niks. Ja. Helaas. Nou, dan zou je natuurlijk al een beetje een indicatie. En ik vermoed al dat de horsepower dan natuurlijk een rol speelt bij de prijs. Mm-hmm. Nou, zo kun je dat voor allemaal doen, maar is gewoon een beetje kennis maken met je dataset. Ja. Nou, je zag ook al twee lege waardes bij die horsepower. Dan zullen er misschien nog wel meer lege waardes zijn, maar die wil ik eigenlijk helemaal niks mee. Mm-hmm. Ik kan er wel een waarde aan geven, maar ik weet niet wat voor waarde. Misschien een gemiddelde of misschien nul. Dat is allemaal lastig. Ik begin gewoon met, ik gooi ze weg. Of tenminste, ik neem ze niet mee in mijn model. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de meest makkelijke manier. Maar het is bij data analyse wel vaak zo, je gaat meerdere dingen proberen. Het is niet in één keer heb je de oplossing, het is een mooi iteratief proces. Ja. Dus ik sleep er een mooi lijntje van de een naar de andere. Mm-hmm. Heel herkenbaar, denk ik. Ja. Zeker voor mensen die iets met ETL doen. Ja. Ja. En zo gaat het eigenlijk ook. Want eigenlijk gaat jouw data over dit lijntje. Okay. En dan ga ik zo meteen weer het aanpassen. Gaat er weer dat gewijzigde data over het lijntje. Mm-hmm. Nou, als ik kijk naar clean missing data. Dus al die lege waardes weggooien. Nou, default gaat hij daar 0 van maken. Ik zeg remove entire row. Ja. Houden we zo meteen wat minder rijen over. Sorry. Ja. Mm-hmm. En ik wil eigenlijk misschien ook niet alle variabelen meenemen. Zo'n variabele is dan gelijk met wat in de kolom staat. Dus ik wil niet alle kolommen meenemen. Dan wil ik dingen weglaten. Nou, dat is ook een component die je veel gebruikt. Project columns. Want het kan gewoon zijn dat jouw source data gewoon altijd data bevat die je niet in je analyseproces wil hebben. Of in ieder geval wil kijken hoe die... een telefoonnummer als je klanten gedrag aan het voorspellen bent. Dat is ook niet relevant. Waarschijnlijk niet, nee. Ja, nee, ik zal het even proberen zonder. Dan ga ik natuurlijk aangeven wat voor kolommen ik wel wil hebben of niet. Mm-hmm. Nou, dat kan ik vanuit hier een mooi pop-up starten. Mijn startpunt is alle kolommen. Alles. Ja. En dan wil ik wat kolommen weghalen, want ik wil eigenlijk meer kolommen bewaren dan dat ik ze wegdoe. Dus ik begin met alles en ik haal er een paar weg. Ja. De width en de height bijvoorbeeld. Oké. Okay. Nou, eigenlijk wil ik dit dus gaan op basis van deze data een model gaan maken. En wat voor model wil ik gaan maken? Nou, daar heb je natuurlijk wel wat kennis van statistiek voor nodig. Van wat voor model. Mm-hmm. Dan heb je daar binnen categorieën eigenlijk ook weer een heleboel verschillende soorten algoritmes. Mm-hmm. Ik wil een prijs voorspellen. Ik weet dat ik nu mooi een lineaire regressie kan gaan gebruiken. Ik zag hem net al een beetje. Ja, precies. Je ziet hem daar ook in terugkomen. Ja. En hier hebben we linear regression. Ik had beter op moeten letten bij statistiek, zie je. Want er staan er nog een paar bij die ik niet ken. Dat klopt inderdaad. Je ziet zeker nog lang niet alles. Dus er is een hele hoop aan algoritmes. Ja, dus je moet wel goed weten wat die algoritmes, welke er zijn... Ja, zeker. Nou, natuurlijk, hoe meer kennis je ervan hebt, hoe makkelijker het is. Kijk, eigenlijk zou je bij wijze van spreken alles een keertje kunnen proberen. Ja, ja, precies. En dan weet je eigenlijk ook niet wat je aan het doen bent. Ja.
Nou, ik wil dus die data met die lineaire regressie gaan samenvoegen en dat moet dan een model worden. Ja. Nou, als ik alle data ga doen, dan is het leuk, dan kan ik een heel mooi model krijgen. Mm-hmm. Maar hoe weet ik dan eigenlijk dat mijn model goed is? Ik wil mijn model testen. Dus je wil een deel van je data gaan reserveren? Precies. Ja, okay. En een deel dus voor mijn training en een deel voor mijn test. Ja. Nou, dan hebben we een mooie component die heet split data. Dus die zet ik hieronder. Dan kan ik hier mooi een lijntje met minus die twee kolommen die ik hier weggehaald, ga ik mijn data splitten. Nou, bij splitten moet ik natuurlijk aangeven, ja, hoeveel wil ik de ene kant op, hoeveel wil ik de andere kant op. Yep, ik heb ook mooi twee outputs, hè, 1 en 2. Ja. Dus ik zeg, voor mijn eerste output wil ik 70% en voor mijn tweede output de rest. Ja. Lijkt veel op data mining. Ja, nou, het proces is natuurlijk wel heel erg gelijk. Je kan met machine learning ook prima gewoon predictive analytics oplossingen maken. Het hoeft niet per definitie machine learning te zijn. Mm-hmm. Maar je ziet bij machine learning toch vaak weer andere algoritmes, meer lerende algoritmes terugkomen dan bij data mining. Ja, een data mining model is statisch en wat hier uitkomt kan variabel zijn. Precies. Dat is wat je zegt. Ja. Oké. Ja. Dus ik ga mijn data splitten. Ja. En vervolgens dus een deel ervan trainen. Mm-hmm. Nou, zo heb ik even train model. Juist. Yeah. Die zet ik even hier tussenin. Want nou, mijn model die heeft twee inputs nodig. Ik heb natuurlijk een soort algoritme nodig. Ah, en, en natuurlijk data. Nou snap ik waarom je het algoritme naar links hebt gezet. Ja, precies. Ik zet dan de mooie, kan ik de train model er tussenin zetten. Dus ik sleep die twee dingen erheen. Nou, heb ik natuurlijk nog een uitroepteken. Want ja, wij weten dat we de prijs willen voorspellen, maar de machine is de machine learning nog niet. Mm-hmm. Dus de gevel. Kan ik hier mooi de prijs opgeven. Klaar. Mm-hmm. En tot slot wil ik dus ook nog gaan trainen. Score model. Maar waarom wil ik trainen? Ik wil het model die ik heb gemaakt hier, wil ik natuurlijk trainen tegen de data die ik nog over heb. Ah, oké. Okay. Dus je vergelijking, hoe goed hij het doet. Ja. Nou, okay. Daar krijg ik dus een resultaat uit. En dat is leuk. Alleen, ja, hoe goed is nou mijn resultaat? Ik kan een beetje op blote oog vergelijken. Maar laten we daar toch wel je andere algoritmes op loslaten. Om te bepalen hoe goed mijn model is. Oké, ja. Dat ga ik dus doen met Evaluate Model. Mm-hmm. Sleep ik daar weer heen. Je kan overigens meerdere modellen vergelijken vandaar dat er meerdere inputs zijn. Maar wij doen nu één model. En dan ga ik hem draaien. Is jouw twee variaties van het model met elkaar kunnen vergelijken? Ja. Okay. Mm-hmm. Overigens eigenlijk ook gewoon twee compleet verschillende soorten algoritmes tegen hetzelfde data naar ja, zo ja, kunnen. Ja. Om te kijken of dat een lineaire regressie of een ander algoritme beter werkt. Ja, precies. Nou, en dat kan twee. Ik bedoel, je zou bij wijze van spreken alles willen doen in één keer. Dan hoef je niet na te denken. Ja, Dat kan gelukkig niet. Dat, ik denk dat als je dat misschien niet aan kan, als iedereen dat gaat doen. Ja. Nou, hij is zo te zien klaar. Hij is vrij vlot. Ja. Zoals ik me voorstel, het is een klein dataset. Ja. Dus dit gaat snel. Maar je moet natuurlijk veel meer denken in minuten, uren misschien wel. Als je echt met serieuze datasets en complexere processen gaat maar dan kun je in Azure vast ergens als een schuifje trekken en dan gaat het sneller? Dat schuifje heeft vooral ook met subscriptions te maken en hoeveel je inderdaad betaalt. Ja, okay. Uiteraard. Ja. Nou is het natuurlijk interessant om te kijken, hoe heb ik nou gescoord? Ja. Nou, laten we eens even kijken wat mijn resultaten zijn. Dus welke scores heb ik berekend aan de hand van mijn model? Dus je ziet hier ongeveer 30% van mijn data, dus dat zal dus in totaal 200 rijen zijn. Ja. Daar zie je de scored labels. Dat is dus eigenlijk de waarde die het model, mijn getrainde model, heeft berekend. De voorspelde prijs op basis van de attributen. Precies. Mm-hmm. En dit zijn alle zonder die prijs, dat zijn alle attributen die gebruikt worden. Ja. Nou, je ziet hier bijvoorbeeld 18.150 en de voorspelde waarde was 17.600. Ja. Hier is 6692 en dat was ongeveer 5707. Het is helemaal niet eens zo heel verkeerd. Nee. Of zo op het blote ook. Laten we ook eens even kijken wat daadwerkelijk hoe goed die is. Mm-hmm. Dat kunnen we zien in Evaluate Model. Dat kunnen we weer visualiseren. En dan zie je een aantal manieren om te kijken hoe goed je hebt gescoord. We pakken in dit geval even de onderste. Dat is 0,91. Nou, dat is eigenlijk best wel goed. Wat zegt dat? Als ik 1 had gescoord, dat is ook het maximaal, dan had ik alles
dat op de comma nauwkeurig goed voorspelt. Onmogelijk. Onmogelijk, sterk nog. Ja. Dat zal nooit kloppen, dan heb je geen voorspelling. Ja. Maar dit is al heel erg goed. Okay. Dus 0,9. Is alles boven de 0,5 goed? Of hoe moet je dat zien? Nou ja, dat is al heel makkelijk is dat niet te roepen. Maar zeg dat over het algemeen 0,8, dan wordt het pas wat serieuzer. Ja, maar dit is gewoon goed. Dit is gewoon goed. Hier kan je al wat wel... En nu zou je kunnen gaan tweaken en kijken of je hem nog hoger kan krijgen. Ja, variabelen weghalen bijvoorbeeld. Ja. Misschien wat voorberekeningen toevoegen. Juist, ja. Okay. Ja. Nou, ik ben hier eigenlijk wel tevreden mee. Ik zou hier wel mee verder kunnen. En dan wil ik hem gaan publishen. Nou, dan heb ik hier de mogelijkheid via Predictive Webservice. Ga ik die maken. Ik zal deze even allemaal weghalen. Dan zie je het zo mooi bewegen. Dan gaat hier een model van maken. Die je kan als webservice kan neerzetten. Het ziet er mooi uit. Jawel, hè? Ja. Hij haalt eigenlijk weg wat niet meer nodig is. Want ja, hebben we dan nog nodig een model maken? Nee, we hoeven geen model meer te maken. En die split zie ik niet meer terug. Nee, dus dat is ook niet meer nodig. Ook niet meer, ja. En je moet je inderdaad voorstellen, op het moment dat ik nu die webservice aanroep met deze experiment. Ik zal hem ondertussen ook even draaien, want hij moet ook nog gedraaid worden. Dan ga je, die data gaat eigenlijk gewoon door dit model heen. Of ja, het model misschien verkeerd woord, door dit proces heen. Ja, dus met gaat een input en een output. Precies, en die output is dan... De prijs, inclusief de variabelen waarschijnlijk die je hebt opgegeven. En hier is gewoon input zijn al die variabelen. En omdat je webservices ervan maakt, kan je dat gewoon vanuit een applicatie dat ondersteunt of je eigen applicatie aanroepen. Ja, je kan zelf wat maken. Vooral met .NET is die, C-Sharp is die koppeling heel erg goed. Ja. Ik zal ook zo laten zien dat goed gedocumenteerd is. Okay. En natuurlijk vanuit andere tools zoals Erker het ook benaderen. Okay. Dat is heel erg krachtig natuurlijk voor data-analyse. Ja. Hij is klaar. Mm-hmm. En hij heeft één keertje gedraaid en nu ik dat heb gedaan, kan ik hem ook echt daadwerkelijk deployen. Dus ik zou hier nog aanpassingen kunnen maken, wat ik wil, nog een beetje kunnen tweaken, nog los van mijn training experiment, wat ik hier linksboven heb staan. Dat was mijn vorige tab. En nu kan je weer terug naar je design of zo? Ja, precies. Ja. Maar dat doe ik in dit geval niet. Ik vind dit voldoende. Ja. Dus nu ga ik hem inderdaad deployen. Nu wordt er gewoon een webservice gemaakt. Ik krijg een aparte HTTP-adres, ik krijg een aparte API-key, dus kan ik daar mee connecten. Ja. Je ziet hier inderdaad ook een key staan. Je ziet hier voorbeelden. Ja. Help even met documentatie over batchen. Als je meer tegelijk wil gaan uitvoeren. Of enkele. Als je daarop klikt, zie je hier mooi inderdaad. Wat voor jury je kan opgeven. Ja. Wat documentatie inderdaad ook voorbeelden. Samples, ja. Ook nog wat je terug kan krijgen als samples. Ook handig. Inputparameters, essentieel natuurlijk, want dit moet je inderdaad meegeven om die webservice aan te roepen. Dit dus eigenlijk heb jij nu in, een kwartiertje, heb je laten zien hoe je een complete Azure Machine Learning omgeving kan bouwen, model kan bouwen en hoe je dat kan gebruiken vanuit je eigen code. Ja, maar vooral het laatste ook is natuurlijk wel heel erg krachtig, hè? Dat je gewoon meteen deploy in kan gaan gebruiken. Ja, ja. Nou, ik ben onder de indruk. Mooi zo. Ja. Ik wil er zelf mee aan de slag. Het is geen enkel probleem. Ik kan zo aan de slag. Nou, hartstikke goed. Hey, hartstikke bedankt voor de uitleg. Graag gedaan. Het is mij een stuk duidelijker geworden. Mooi zo. Ik hoop de mensen die zitten te kijken ook. Nou, dan laten we het bij voor vandaag. Tot een volgende keer, tot een volgende aflevering van de Data Discovery Channel. Dankjewel.